Dat zien we dus allemaal later. Morgen, meer bepaald. Meer nieuws is er niet, als het al nieuws is. Dankjewel Tom voor nu. En als je door die paar centimeters toch nog iets ziet, dan horen we je later in deze uitzending. En anders tot morgen. Mart en Theo, ja. Is dit een leuk WK? Hij blijft toch wel staan, hè? Nou. Nee, hij gaat weer roeren nu, denk ik. Ja, wat is, ja. Ja, nee. Nee, maar Theo wil nu iets duiden op waar wij het straks over gehad hebben. Dat, nou wordt het oude mannengelul, maar in onze tijd hadden wij een baas, en die heette Bob Spaak, en die zei, als er niks te melden is, is er niks te melden. Ja, maar er was stiekem toch wel iets te melden. Nee, maar, dat is er natuurlijk niet. Dat zegt Tom en eigenlijk lichtshow ook. Was bovendien ook mooi. Die voelt dat wel. Maar als er niks te melden is, dan was er niks te melden. En dan kreeg je geweldig op je donder als je wel iets gedaan had. Ik geloof dat Tom toch nog... Mag ik even terugkomen? Ja, Tom. Dat mag. Ja, we horen je al. Tom. Ja, dankjewel. Ja, ook als er geen nieuws is, dan is dat tegenwoordig nieuws. Wij zijn hier om het Nederlands elftal te volgen. Wij willen graag laten zien dat wij erbij zijn. Wij willen vertellen wat we wel zien. En wat we wel zien, dat vertellen we dan. Ik weet niet of de journalistieke opvattingen veranderen, mogelijk natuurlijk. De tijd van Bob Spaak, onder wiens hoede jij bent opgeleid, Mart, dat zeg je heel vaak. Dat was natuurlijk een wat andere dan die van nu, met permissie. Delen jullie die mening? Het voetbal, de wereld vernieuwt zich inderdaad. Hoe wij opgevoed zijn, ja. Meer niet. Ja. Ja. Maar het is nu 2014. Ja. Nou ja, de vraag die dus opgeld doet is, Tom vindt het te verdedigen dat in deze tijden geen nieuws toch de moeite waard is om daar 2 minuten over te praten. En langzaam schuiven de journalistieke normen op. Het is 1 groot mediacircus. We hebben Tom daar ook niet voor niks heen gestuurd. Nee, maar daar heb ik het helemaal niet meer over. Ik had het erover dat wij op onze mieter kregen als we zoiets wel deden. Theo zegt er eens wat over. Wil ik even weten. Staat hij er nou voor niks of niet? Zo van... Tom, je blijft daar toch wel van, voor het geval er iets gebeurt en zo. En ik vind het wel grappig dat er dan zo op gereageerd wordt. Maar natuurlijk moet je nu op het ogenblik alleen al dat stadion erachter bij Tom, dat geeft de sfeer. Het is sfeer. Wel weer. Tom brengt sfeer. Mooi jasje aan. Dat ontkennen wij ook helemaal niet. Dat vind ik sowieso. Maar dan ben ik toch even benieuwd, hè? Want nu is het een stadion, dus het is heel moeilijk om het te zien. Maar het is ook wel eens ergens op een veldje achteraf met bomen eromheen. Ja, en dan willen we nog wel eens met een camera ergens hoog boven gaan loeren over wat zien. Wat vinden jullie daarvan dan? Nou, kijk, je wil natuurlijk altijd, zoals wij hier zitten, niet als journalisten zou ik bijna zeggen, maar gewoon als geïnteresseerde in het Nederlands elftal, wil je iets krijgen. Je wil iets horen. Ja. Je wil iets weten. Je wil iets tot je laten komen. Ja, en soms wil je ook weten... En soms, natuurlijk is er niks in zo'n stadion getraind wordt. Ja. En er zijn vragen, wie speelt er nou? En ja, dat is de gretigheid waaraan je beantwoordt zoveel mogelijk als je kunt. Ja. En daarom zeg ik ook, hij blijft toch wel staan. Hè, want... ja. Nou, hij staat er nog steeds. Ja. Tom, wil je nog wat kwijt? Zeker. Ja. Ja, wat ik eigenlijk kwijt wil, is dat ik nu naar de andere kant van het stadion ga om te kijken of ik daar iets hoor, iets zie, iets op een andere manier kan waarnemen wat zou kunnen leiden tot hoe het Nederlands elftal gaat spelen overmorgen. Of dat er misschien blessures zijn opgelopen. En als dat zo is, dan ga ik dat jullie vertellen. Begrijp je al? Ja. Televisie anno nu. Dankjewel Tom. En als er nieuws is, horen we dat inderdaad. Nee. Ja, nou ja. Ik smeer het uit over mijn brood.